Een groep studenten van de net opgerichte actiegroep De Nieuwe Universiteit Groningen deelt vandaag flyers uit op het Academieplein tussen de universiteit en de universiteitsbibliotheek. De actie in de stad is opgezet naar aanleiding van recente bezettingsacties in het Bungehuis en het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam. Net als in Amsterdam vinden ook deze studenten de universiteit hier niet democratisch genoeg. We staan eigenlijk voor dezelfde doelen. In Amsterdam hebben ze een paar specifieke dingen over studies daar. Maar uiteindelijk het grote verhaal over democratie in het onderwijs. En we willen af van het rendementsdenken. Dat is hier gelijk, Amsterdam gelijk, heel, dus over het hele land eigenlijk gelijk. Dus er is in Groningen echt wel wat aan de hand? Zeker ja. Ze zeggen dat hier de universiteit democratischer is. Maar op papier is dat helemaal niet zo. In het echt valt dat heel erg tegen. Ben je ook van plan om deel te nemen aan deze actie? Ik moet er nog even meer over lezen, maar misschien wel. Als het belangrijk is, dan ga ik er misschien ook aan deelnemen. In de flyer roept de actiegroep studenten op zich bij de club te voegen en aanwezig te zijn bij een actiebijeenkomst op 9 maart. Eigenlijk is het begonnen op initiatief van de bezettingen die nu in Amsterdam bezig zijn, de protesten daar. En vanaf daaruit is hier ook een geluid ontstaan dat wij varen zeg maar mee op de golf die zij begonnen zijn. Wat verwacht je van het resultaat van deze actie? Nou, dat meer mensen zich aansluiten bij ons, dat het nog drukker is op de volgende vergadering. En dat het zo steeds grotere vijf kunnen vormen tegen de heel erg ondemocratische universiteit. Overigens heeft de studentenactiegroep De Nieuwe Universiteit Groningen inmiddels 645 likes op Facebook.